Ik kom in verband met het onderzoek naar Leon Rinaldi. Ik ben het aan het doorspitten voor mijn scriptie. En ik heb wat vragen. Ik heb al je verslagen doorgelezen. En ik snap het gewoon niet. Je was er zo van overtuigd dat Ludo niet die betrouwbare zakenman is die iedereen in hem ziet. En ineens ben je gestopt. En vervolgens ben je voor Ludo gaan werken. Ik zat in een tunnel. Daar waarschuw je jou voor, op de opleiding. En ook voor de consequenties die het kan hebben voor de mensen die je verdenkt. Maar ik dacht altijd, ja, dat overkomt mij niet. En toen bleek Leon te leven en klopte er geen zak meer van alle theorieën die ik had.